is nog steeds 11 november. We hebben Agnes Anna voor de camera. Die heeft net opgetreden hier, singer-songwriter, hier in De Machinist. Wat kan Agnes Anna over zichzelf vertellen? Ja, ik ben singer-songwriter en actrice. En ja, net vanavond hier opgetreden in De Machinist. Het zag er heel goed uit. En de goede begeleider. Ja, absoluut. Vanavond ging ik even niet zelf spelen. En ik had ook niet een band bij me, maar wel een gitarist. Lekker compact. Ja, dus het was gewoon back to basics. Alleen de gitaar en zang was het. Hoe lang ben je al met muziek bezig? Ja, ik ben eigenlijk vooral begonnen eigenlijk echt met schrijven. Dus vanaf mijn kindertijd was ik al aan het schrijven. Nog net geen muzieknoot in je bloed? Sorry? Nog net geen muzieknoot in je bloed? Nou, het was voornamelijk eerst heel veel poëzie en heel veel schrijfwerk. En toen is later inderdaad de gitaar erbij gekomen. En ik had zelf altijd wel melodies en allemaal melodietjes en zo in mijn hoofd. En, maar later kwam de gitaar erbij en dat was eind tiener jaren, begin 20. En toen dacht ik van oké, en de gitaar sprak me altijd heel erg aan. En toen ben ik inderdaad het gewoon meer gaan uitwerken in een muziekvorm. Hey, wat zijn de toekomstplannen van Agnes? Veel optreden en veel leren als singer-songwriter. En gewoon muziek uitbrengen? Ja, ik ben op dit moment alweer aan het voorbereiden voor de volgende EP en nieuwe nummers aan het schrijven. Ik wil ook een beetje een andere richting op, muzikaal. Welke? Iets meer rock. Het mag allemaal iets lichter worden. Ik begon altijd wel, ja, weet je, dat singer-songwriter. En is allemaal heel erg mooi, maar ik wil toch allemaal even iets lichter en iets meer op tempo. Dus het gaat allemaal wat meer op tempo. Een beetje meer richting rock gaat het uit. Of electronic music. Nog net geen rockchick. Wat zei je? Nog net geen rockchick. Nee, ik bedoel, het is nog steeds wel met mijn stem en mijn manier van zingen, et cetera. En ja, ik ben niet een echte rockzangeres of zo, denk ik. Gewoon maar, lekker gewoon. Ja, het zijn gewoon popliedjes, denk ik, maar gefusioneerd met verschillende muziekstijlen. Dus bijvoorbeeld rock of jazz, het kan echt alle kanten uit. Ja, dan las ik hier een stukje van je bio op Facebook voor jou. Ja. Ik fusioneer eigenlijk gewoon heel veel verschillende stijlen en de ervaringen die ik heb, die gooi ik gewoon in de muziek. En en daar komt gewoon uit wat er uitkomt. Maar ik wil gewoon meer met de band werken en het gewoon meer op tempo en ook meer vanuit ritmesectie gaan werken. Ik heb heel erg altijd vanuit gitaar gedacht. En dat wil ik een beetje veranderen. Ik wil het eigenlijk meer eigenlijk vanuit een beat en vanuit de ritmesectie wil ik gaan werken. Dus dat zijn dingen waar ik mee bezig ben. En ja, verder zoals ik al zei, de voorbereidingen voor de nieuwe EP. Want ik dacht van ja, misschien een album, maar ik vind niet dat het nieuwe werk heel erg past. Vinyl of op CD? Eerst gewoon alleen maar digitaal, omdat ik het allemaal nog onafhankelijk doe. Ik zit niet bij een platenmaatschappij, nog niet. Ik koop het. Oké, het makkelijkste cd's doen in eigen beheer. Ja, maar vaak is het toch al alles al heel erg prijzig. Dus op het moment wanneer ik dan de muziek heb, is het eigenlijk alleen via het internet dat ik het doe. En, maar hopelijk, ik hoop wel echt dat op een dag dat ik gewoon inderdaad mijn plaat in de winkel zie liggen, dat zou echt wel heel erg... Bij de plaatboef of op de nieuwe binnenweg, oude binnenweg? Ja, dat zou fantastisch zijn als je inderdaad daar naar binnen stapt en je ziet daar je plaat liggen, dat zou echt fantastisch zijn. Maar ja, gewoon veel optreden en uitdagingen vinden in de muziek, met goede muzikanten werken en hopelijk gewoon een connectie opbouwen met een publiek. Publiek dat begrijpt waar ik over schrijf en wat voor soort muziek ik maak. En dat is een beetje het idee. Gewoon veel leren en... Veel optreden, dat is best de leermeester. Ja, veel optreden is zeker heel erg belangrijk. Dan krijg je ook meteen een respons van het publiek. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk. Ik geniet ook heel erg van het creatieve proces, echt van het maken. En optreden vind ik ook leuk. Alleen, ja, het is wel echt het creatieve proces. Echt het maken van niets naar iets, waar ik het meeste van geniet. En
Maar het ligt ook wel een beetje aan wat voor venue je speelt en hoe het publiek reageert op je muziek. Als bijvoorbeeld de mensen heel enthousiast zijn en zo, dan is dat echt wel heel erg fijn. En als ze luisteren en zo. Want op dit moment ben je nog bezig om een publiek te krijgen. En mensen die muziek waarderen. Dus dus op zich, ja. Facebook, website? Facebook is Agnes Anna. Dus Agnes met SZ, Anna. En www.agnesanna.com. En ik zit op Instagram, op Twitter. Dus je kunt me ook op SoundCloud. Hey, bedankt.